Welkom op deze 16e dag voor de kennisdag inspectie voor de waterkeringen. Op een van de hoogste gebieden in Nederland. Dus dat vind ik dan wel bijzonder, dat het gaat over waterkeringen en dan rij je het bos binnen. Mijn naam is Nancy Schijven. Ik ben directeur scheepvaartverkeer en watermanagement bij Rijkswaterstaat. En sinds anderhalf jaar in deze functie. Ik ben, en dat zei ik... niet in Delft. Water gestudeerd, maar ik vind het wel mooi. En dat is waarom ik dit vandaag mag doen. Ik vind het mooi om te zien hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn in waterkeringen, in waterbeheer en hoe wij dat als Nederland en met onze Engelse collega's zo mooi voor elkaar hebben. Ik zal beginnen om eerst wat huishoudelijke mededelingen te doen. We beginnen de ochtend met een aantal sprekers, die zal ik voor jullie introduceren. En aan mij is altijd de mooie taak om te zorgen dat het binnen de tijd blijft. Dus of ze moeten heel snel praten, want dan kunnen jullie namelijk gewoon veel vragen stellen, die ze dan heel snel moeten beantwoorden en dan houden we het programma een beetje lopend. Vanmiddag zijn er een aantal workshops en die vinden zich allemaal hier omheen. Maar daar komen we denk ik vanmiddag wel op. Maar als eerste, ik reed de parkeerplaats op en zag heel veel verschillende auto's. Dat zag er niet heel duurzaam uit, maar ik weet waarvoor ze zijn. Maar even mag ik de handen omhoog van de waterschappen. Kijk, zijn er ook nog andere mensen dan van de waterschappen? de kennisinstellingen. Oké, okay. En welke kennisinstelling? De tweede rij, jij? Waar kom je vandaan? Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Heel goed, dat is om de hoek. Dus ik ben op de fiets. Nee, de bus. heel goed. Oké, wat hebben we nog meer? Rijkswaterstaters natuurlijk. Oh, we zijn in de minderheid. Heel goed. even kijken, wie hebben we nog meer? Bedrijven. Oké, okay. En wat voor bedrijven zijn dat? Groep is iets? Oké, Fugro. Asset Insights. Heel belangrijk als we keringen op orde willen houden. Oké. Dus we hebben een gemixt gezelschap. We hebben ook een gemixt programma voor jullie gemaakt. Dat kan alleen maar met medewerking van mensen die altijd heel hard werken. Dus ik wil ze in ieder geval nu vast bedanken en op laten staan, want eind van de middag ben ik er niet om ze te bedanken. Dus helemaal goed. Kom, we geven ze vast een applaus. Ja, het mooiste is, bij het begin krijg je het hardste applaus. Dus dat, daarna denken ze, vond ik het wel zo goed, maar aan de voorkant hoor ik enorm veel enthousiasme. Ik zei al net, ik doe dit nu anderhalf jaar en ik vind echt dat ik... jullie hebben misschien de mooiste baan van Nederland, maar ik heb hem echt. En ik heb aan de collega's gevraagd, ik heb internationaal management gestudeerd. Dat heeft echt weinig te maken met water. En dan nog, ik heb aan de collega's gevraagd van praat mij nou eens bij over water en scheepvaart. En dat doen ze dan op zijn RWS. Ze laten gewoon de afgelopen anderhalf jaar alle crisissen die we maar kunnen bedenken aan mij voorbij gaan. Want als je even terugdenkt aan 2018, ik begon eind 2017, toen zag het er eigenlijk redelijk rustig uit. En in 2018 hebben ze gedacht van, nou weet je, de eerste maanden introductie heeft Nancy achter de rug. Nou laten we zien wat het echt is. Dus wat hebben we gehad? We begonnen achtereenvolgens met enorm hoogwater, begin januari. Een beetje vergelijkbaar met nu, maar dan een tandje erger. En alle keringen gingen dicht. En ik ga best vaak op werkbezoek door het land, omdat ik gewoon benieuwd ben van wat doen mijn mensen, hoe staat het ervoor, welke assets hebben wij, welke keringen en welk belang hebben die voor Nederland. En ik was toevallig in het watermanagementcentrum en toen gingen ze alle keringen sluiten. Dat doen ze nooit, echt nooit. Maar deze keer deden ze het wel. En dan is het spannend, want over een aantal keringen gaan we zelf en nemen we zelf als Rijkswaterstaat de beslissingen. Uiteraard gebaseerd op alle metingen die we doen en in overleg met jullie, hè, met de waterschappen. Maar sommige keringen die luisteren helemaal niet, die doen gewoon waarvoor ze geprogrammeerd zijn.
En dat vinden de mensen, vinden soms bestuurders om ons heen best ingewikkeld. Want gaat de Maaslandkering nou dicht of gaat die niet? Nou, hij ging gelukkig dicht. Maar dat betekent ook dat je vanuit Lelystad dan in één keer naar de Maaslandkering toe moet rijden. Dat is best een eindrijden. Om erbij te zijn als het gebeurt. Dan denk je, oké, hoogwater hebben we gehad. Oké, die snap ik nu. Maar vervolgens ging het heel hard vriezen. En hadden we voor het eerst in 5 jaar ijsbestrijding nodig. Wat enorme impact heeft, zowel voor de watersystemen en voor het water, maar ook voor de scheepvaart. Bij mij komt het bij elkaar. Dus dat was echt ingewikkeld om nog een keer met elkaar te bedenken. Hoe deden we dat ook weer? Want intussen zijn we als Rijkswaterstaat gereorganiseerd. En dan moet je even opnieuw elkaar opzoeken en de verbinding weten te leggen. Inmiddels hebben we daar prachtige plaatjes van. Dus het is niet alleen goed om onszelf te trainen. Een van de redenen waarom we hier natuurlijk bij elkaar zitten. Maar ook om te laten zien, dit is wat we doen en ons werk in beeld te brengen. Niet alleen ons werk natuurlijk, maar ook jullie werk. En toen leek het eigenlijk rustig voor te kabbelen. En 1 april was er, dan begint eigenlijk het droogteseizoen. Maar er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. En mei ook niet. Maar we hadden een lekker voorjaartje. Tot juni. En toen begon het eigenlijk. Langzamerhand werd het droger en droger en droger. In het begin nog niet zoveel aan de hand. Maar totdat uiteindelijk het niet alleen droog werd en bleef, maar ook de afvoer van de rivier enorm ging dalen. En toen hadden we 2 problemen te pakken. En eentje waar we nu denk ik nog steeds mee zitten. Dalende afvoeren van Nederland, het water stroomt, hoef ik jullie echt niet uit te leggen. Natuurlijk vanuit Duitsland hier naartoe, doorheen. En we hebben eigenlijk 2 Nederlanden, een hoog Nederland en een laag Nederland. Wij zitten hier in Hoog-Nederland. Daar werd het steeds droger, omdat je natuurlijk het moet hebben van de grondwaterstand. En in het lage deel van Nederland hadden we er nog niet zoveel last van, want de rivieren die brengen het water wel naar ons toe. Maar als het zo droog blijft, dan komt het zoutwater van de zee Nederland binnen. Best vaak, best ver. Dus langzamerhand werd het steeds kritischer. En het duurde ook lang. En het bleef maar droog. En dat heeft impact ook op een organisatie als Rijkswaterstaat. Want we zijn best gewend om met crisissen om te gaan. Maar niet als ze, hoe lang hebben ze geduurd? 5 maanden. Niet als we 5 maanden opgeschaald moeten zijn. Want dat levert een enorme dynamiek op. En dan met hangen en wurgen hebben we denk ik net voor de kerst. Misschien een beetje toevallig, maar niet helemaal. Besloten om terug af te schalen naar de normale gang van zaken. En wat er dan meteen achteraan komt, want we zaten natuurlijk ook alweer 3 maanden in het stormseizoen. Want dat begint op 1 oktober. Dus de droogte ging over in het stormseizoen. En al die dingen die daar samenvielen, daar heb je best veel last van en werk aan. Ik denk nog steeds als ik terugkijk, ik snap crisissen nu. Weet ook wie ik moet bellen, weet ook wie er in mijn guru-boekje staat. En dat zijn de mensen die we keihard nodig hebben. En die hadden hun werk niet zo goed kunnen doen zonder al deze mensen. En nog veel meer dan deze mensen. Die werken aan droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat is denk ik genoeg voor nu. Dus voor mij was het een enerverend jaar waarin ik een hoop heb geleerd. En ik ben ook nog lang niet uitgeleerd. Ik hoop dat ik niet alles tijdens crisissen hoef uit te vinden. Want gewoon even rustig aan is ook wel eens lekker. Ik wens jullie vandaag heel veel plezier, heel veel kennis. En natuurlijk gewoon het goede gesprek met elkaar. Want dat is, als je elkaar kent, dan kun je elkaar helpen. En dan is bellen een stuk makkelijker. Dus ik wens jullie voor vandaag heel veel plezier. En maak er een mooie dag van. En dat kunnen wij alleen maar doen met jullie.